Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe video op Bunnytown. Mijn naam is Vincent en natuurlijk gaan we weer een heerlijke horror game spelen. Namelijk Sorrow, The Sorrow Within, Within the Deep Sorrow. Tot dat intro. Oké, en we zijn natuurlijk in die school beland waar ik vorige keer echt een hartverzakking nummer 34 kreeg. En we hebben natuurlijk onze grote vriend. Zeg eens gedag. Hoi, hoe is het? Goed. Mooi, oké. En ik heb iets gevonden. Ik heb het expres niet opgepakt. Maar hier zit namelijk een sleutel. Dus we kunnen verder. Onze zaklamp ging vorige keer uit. En toen begreep ik dat dat heeft te maken met de krachten in deze school. Voel je het? Het grijpt me. Nou, nu weet ik ook toevallig dat wij een deur hebben. Want ik heb al een beetje research gedaan. Maar tot die deur heb ik research gedaan. Dus ik weet niet... Fuck. Oh nee joh. Zoals ik al zei, wist ik niet dat dat ging gebeuren. Damn. Dit is echt één creepy game aan het worden nu. Wat... Heb ik geen zaklamp? Kom op, hé. Press E. Oké, we kunnen een ladder hier neerleggen. Mooi. Ik ben met mijn dikke lichaam door de trap heen gegaan. En we missen echt... Ik mis echt zo erg mijn zaklamp. Echt serieus. Damn. Wat waren dat voor monsters? Aliens of zo? Maar ze... Oh. Kijk, eindelijk een beetje verlichte kamer. Wat hebben we hier allemaal? Een klok. En die staat op hoe laat om... 10 uur? Of 12 uur? Nee, 11:45. Och, maakt het uit. Het is hier altijd donker in de school. En de gevangenis? Jongens, dit is duidelijk geen school. What the fuck? Maar ik zie hier een... Wat? Een lamp. Ik dacht al, een pan die licht geeft. Ik denk, wat ben je daar dan... Oh, wat gebeurt er? Jongens, er is hier weer een puzzel aan de gang. Deze game is 1-0 puzzel, jongen. We kunnen ook niet bukken, we kunnen... Oh, serieus, kunnen we springen? Met control? Waar slaat het op? Oké, met control kunnen we springen, jongens. Wauw. Mijn mannetje heeft weer een nieuwe vaardigheid erbij. Oké, dat betekent dat we hier op kunnen springen. En we kunnen misschien nu verder komen, ook al zie ik haast niks. Waar kunnen we naartoe springen? Oké, ik heb iets op die ton geklikt hier. Daar kon ik wat op klikken, blijkbaar. En misschien kan ik nu wat invoeren hier. Doet hij het nu? Kom op, doe het. Ja! Ja, er komt iets. Oké, en ik ga snel naar boven hier. Dan ben ik veilig. Oké. Find the diary, burn it to ashes. Oké, we moeten een dagboek gaan vinden. Leuk. Wat? En we hebben nog steeds geen zaklamp. En daar baal ik echt verschrikkelijk hard van. Want ik weet niet zo goed waar ik nu naartoe moet. En ik zie daar licht. En waar licht is, moeten we heen. Althans, dat wil de game mij voor mij vertellen. Ik ben nu al... Ik vind het wel een heel vette school. Oh. Oké. Dat ze nu ook snoepjes naar me gooien vind ik eigenlijk een beetje laf. Maar wat moet ik ermee? Oh, ik ga daar echt niet heen, hè. Wat is dat dan? Wat moet ik daarmee doen dan? Moet ik daar iets mee doen? Ik neem aan van wel... Oh, dat zit op mijn... Wow, er zit een bol op mijn... Oké, cool. Tof. Oké, de muziek wordt nou ook drastisch omhoog gedaan. Waar moeten we heen, jongens? We hebben nu een bal en we zien echt wel veel licht nu. Daar ben ik eigenlijk best blij om, want ik heb hem best wel erg hard gemist. Holy shit. Ik vertrouw het niet. Er kan elk moment weer wat gebeuren.
Oké, gewoon random. Hé, die zaten hier eerst niet. Volgens mij... Ja, die pijp is uit. Mooi, 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 mooi. Holy shit. Oké. Ik hou niet van zulke gangen. Want dan eindigt er met een hele mooie dame aan het portret. Hoi, mevrouw. Hi. Oké. We hebben hier nog een deur. Waar we in kunnen. Hallo, mooi lokaal. En een mooie klok. Hoe is het met uw klok, meneer? Staat u ook op? Precies dezelfde tijd. Dat klopt niet. Look what you made me do. Look what you made me do. Wat heb je gedaan dan? Oké, dit is gewoon een lege kamer. Daar hebben we dus nu helemaal niks aan. Kan ik het licht aan doen? Ook niet. Ja, ik heb genoeg licht bij me. Ik heb een hele lichtbol op mijn toverstaf. En wat hebben we hier allemaal? Hey, een muziekje. Even luisteren. Oh, dat vind ik heerlijk. Dat vind ik echt heerlijk, zulke muziek. Weet je dat? Hier, de musical Antonioni. Treble bass. Wat? Waarom staat er een droevig icoontje? Dit is toch een droevig emoticon, of niet? Oké. Mooie muziek. Ik vind het echt heerlijke muziek, dit. Maar de achtergrondmuziek vind ik minder. Ik hoor van die harde dreunen. Hoor je dat? Oh. Exit. Oké, jongens. Als ik dat wist, had ik die moeite... Kan ik hierin? Die kan ik ook nog in. Kan ik... Nee, gaat niet. Oké, exit. Dat... Oh, dit is creepy gedaan, jongen. Echt. Oh, ik vind dit zo verschrikkelijk. Ik word toch niet aangevallen, jongens. Oh, fuck off. Bam. Oh, waarom? Als ik serieus echt wat ouder word, dat word ik denk ik wel. Niet als ik zulke spellen speel, dan zal ik dit nooit meer gaan spelen op mijn 50ste. Want dan weet ik zeker dat het niet goed met me komt. Oké, hier staat een beamer. En die staat aan. En is er nog een leuke film op hier? Ook geen leuke film op. Kan ik dit stelen? Nee, ik kan er niks mee doen. Daar staat wel een boek. Is dat het dagboek, jongens? Is dit het dagboek? Nee. Nou, er gebeurt niet zoveel. Dat is niet het dagboek. We hebben iets anders nodig. We moeten echt het dagboek zoeken, jongens. Oké. Kunnen we hier naar binnen? Nee, ook niet. Kom op, jongens. Waar is nou... Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Quiet. Examen in progress. Ik ga daar niet meer naar kijken, jongens. This lesson will never end. Oké, hier zou ik niet graag les willen hebben, denk ik, op deze school. Maar wel goed ingevuld allemaal. Want 2 plus 5 is... Nee. We weten nog steeds niet, jongens. Ik hou hier niet van. Echt niet gewoon. Want ik weet wat die game... Dat hij mij echt... Niet normaal laat traumatiseren. En... Dat ik weer vast kom te zitten in deze game. Hebben we geen sleutel of iets? Of... Serieus? Serieus? Oké, we hebben een sleutel. En voor welke deur zal deze zijn? Serieus, ik zeg, vinden we een sleutel en ik loop er gewoon op af. Dit is echt gewoon 200% toeval.
Dit ziet echt uit als een exit-icoon, weet je. We gaan daarin, dan ben je gewoon klaar. Oké. Okay. Upper arm muscle, still life drawing. Oké, okay, dit is dus een tekenlokaal of zo. Grappig. Hey! Barker's Diary. Die hebben we nodig. Beter. Waarom die dan in het schilderlokaal ligt? Hmm. Oh, what the hell? Spring, spring, kom op! Fuck, fuck, fuck. Oh my god. Serieus? Oh, geen jumpscare. Oh. Mensen, jongens, wat is dit vet gedaan? Ik vond de setting heel gaaf. Oh, dit vind ik gaaf, de aftiteling zo met die muziek. Jongens, dat betekent dat ik het overleefd heb. De game is uitgespeeld, het is een kleine indie game. Wauw. Oh my god. Jongens, ik heb al een volgende game gepland. Een horror game en deze heet The Stairs. En The Stairs, ik weet mijn god niet wat voor game het is, maar... ook weer een horror game. Dus ik ben heel benieuwd. Laat het weten in de reacties of jullie nog hele leuke titels hebben van verschillende horror games. En ik ga zeker kijken of er een leuke bij tussen zit. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende Boy Town video. Doei doei. Wat is dit? Oh, oké. Okay. Doei doei.